Als ministerie van IMW doen we mee aan de Experience Week voor Connected Transport. Omdat wij nieuwe oplossingen nodig hebben op de weg. Hoeveelheid transport neemt toe. Het vraagstuk van de veiligheid wordt belangrijker. Mijn minister onderstreept dat ook elke keer. En we hebben de slimmere oplossingen nodig. En met deze Experience Week doen we ervaring op hoe dat veel beter kan. We hebben natuurlijk enorme last van files. 3,7 miljard wat we jaarlijks verbranden door de filedruk, de veiligheid, toenemend aantal verkeersdoden. En we hebben een enorme opgave als je kijkt naar klimaat. Dus dat betekent dat het bestaande optimaliseren biedt geen soelaas. We zullen het dus op een andere manier moeten doen. De vervoermiddelen moeten slimmer worden, de bestuurders moeten slimmer worden en het gebruik van de weg moet slimmer worden. En met deze ervaring kun je concreet zien hoe dat uiteindelijk zijn toepassing vindt in het goederenvervoer met vrachtwagens die dat kunnen. We maken intelligente gebruik van wat chauffeurs kunnen of de hoeveelheid chauffeurs die er zijn. En op 1 kilometer weg kunnen we mogelijk meer vervoer hebben dan wat we tot nu toe hebben. Het moet iets meer zijn dan praten, we moeten het gewoon gaan doen. We gaan een slim en een efficiënt ritje maken. Ik denk dat wij als overheid een hele cruciale rol moeten vervullen om in zo'n versnipperd landschap partijen bij elkaar te brengen en vanuit een hoger doel ook te werken aan zo'n gemeenschappelijke agenda. En je ziet ook dat het enthousiasme waarin partijen hierin mee willen doen. Cruciaal is dat we echt verbindingen leggen tussen logistiek en verkeersmanagement. In mijn optiek is dat een enorm kansrijk veld. Hebben we op dat vlak nog veel werk te doen. En het mooie is, de techniek is er nu. Hè. Dus ACC is er, de IVR-RIS zijn er. Met deze nieuwe technologie van automatisering en digitalisering kunnen we natuurlijk een hele belangrijke bijdrage leveren aan het centraal stellen van de flow van transport. Van distributiecentrum naar het schap in de supermarkt. Om daarmee rechtstreeks een bijdrage te leveren aan zowel veiligheid, duurzaamheid als ook doorstroming. Kijk, nou doe je hier een stoplichtje. Op de telefoon. Nou, ze springen mooi op groen als wij aankomen rijden. Dus daar hebben we in principe alleen maar voordeel van. Dat we niet opnieuw op hoeven te trekken, dat we gewoon door kunnen rijden. Dus dat is positief. Voor het eerst in de wereld hebben we gereden met echte vracht. Met echte chauffeurs in echte logistieke processen. Normaal doe je dit met vrachtwagenchauffeurs van de fabriek, hè, van het merk zelf. Je doet het met lege vrachtwagens of een blok beton erin. Maar nu doen we het gewoon met echte vracht en echte lading. Nooit eerder vertoond. Ahold is al vanaf 2015 bezig met de voorbereiding voor platooning. We waren direct geïnteresseerd omdat het ons zoveel kansen biedt op het gebied van veiligheid onderweg. Op het gebied van doorstroming. En uiteindelijk als je die twee dingen samen neemt, dan komt er ook nog zoveel efficiëntiewinst bekijken. Brandstofverbruikreductie is dan ook een gevolg, tijdwinst. Belangrijke zaken op weg naar de toekomst, waarbij het alleen maar drukker wordt op de weg. En we daar graag gewapend tegen willen zijn. Nou, het doel van deze technieken is allereerst de veiligheid voor lading en chauffeur verder te vergroten. En uiteraard de doorstroming te verbeteren. En die doorstroming verbeteren geeft ook een betere voorspelbaarheid van ritten, waardoor ook het stressniveau van de chauffeur kan afnemen. Het scheelt heel veel stress, want vooral het adaptive cruise control, het afstand houden, het blijft altijd op een veilige afstand. Dat doet hij allemaal zelf. Als we in platooning rijden, in convoy, dat je veel minder remmen optrekken, dat scheelt een hoop in brandstof, dat is goed voor het milieu. Dat is eigenlijk ideaal. We gaan ons traject door 3 slimme stoplichten heen. 1 stop bij een stoplicht met 1 vrachtwagen, dan verbruiken we 1 liter om weer op te trekken. Op het moment dat we door kunnen rijden, dus 3 stoplichten met 2 vrachtwagens, besparen we dus 6 liter. Dus er zijn heel veel kleine beetjes die voordeel brengen om met nieuwe technieken te gaan werken. We hebben net een meetpunt gepasseerd voor de bandenspanning te meten. Dus we meten gelijk de kwaliteit voor je banden om te kunnen voorkomen dat je een klapband krijgt. Waardoor ongelukken kunnen ontstaan. Op de app zag je dat er een melding kwam onder in beeld van wegwerkzaamheden. En de matrixborden geven 90 aan, zodat je aan snelheid aan kan passen naar 90 km/u en dat je weet dat je wegwerkzaamheden nadert.
Nee, het wordt zeker niet saai, nee. Met alle nieuwe techniek en snufjes. Ja, blijft het wel interessant denk ik om vrachtwagenchauffeur te rijden. Alleen het wordt een andere manier van vrachtwagen rijden. Het voordeel voor het stedelijk gebied als het gaat om connected transport is een verbeterde verkeersveiligheid, minder brandstofgebruik en uiteindelijk ook minder uitstoot van schadelijke stoffen. Het is zeker goed voor de stad, want dat verhoogt weer de leefbaarheid. Dat wij hier in Tilburg dus daadwerkelijk testen gaan doen met truck platooning. Iets waar we 10 jaar geleden eigenlijk vooral van droomden. Hier gebeurt het nu. En we moeten met z'n allen gaan aanhaken. En sterker, volgens mij moeten we in Nederland de toon zetten. Ja, ik vind het wel een fijn gevoel om zo met dat systeem te rijden. Doorgaan, het minder tijd kwijt zijn aan files en dat soort dingen. Dus ja, in dat ding is het echt positief om te doen. We zijn fijne ritten geweest. Ik ben er best tevreden over. Dit was een superveilige, zuinige en een vlotte rit.